Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van HorseTube. Vandaag gaan we bijna heel stal op buitenrit. Kijken jullie mee? Got a sweater that I'm never putting on, so take it for the summer and wear it while you're gone. Oh, this time's for us, us, us. Yeah, this time's for us, us, us. I got a bracelet that's just never coming off. The only one that stayed is yours, and that's more than enough. Oh, this time's for us, us, us. Yeah, this time's for us, us, us. When you're rolling down the river, trying to look in your soul, I'm holding back the river when you're saying you go, go, going. Said you go, go, going. Cause all we need is time for this to breathe. You're my armor, I am your defeat. And honestly, you're far from cause I just need some closure. I will be a soldier. I just need a moment to get back down. And I don't need to hold you just to be a soldier. I just need a moment to get back down. Ooh. I see colors, but they're only shades of blue. And on my way to ghost town under the moon. Ja. I just need some closure. I will be a soldier. I just need a moment to get back down. And I don't need to hold you just to be a soldier. I just need a moment to get back down. When we're driving and the headlights don't give enough to see, just pull over for me, darling. Step out the car, believe me. Tonight it's just the two of us. If you're wondering about me, saying how you're holding lately, can we laugh about how we drinking up and said too much, pouring apologies in my cup and always changing minds. Still I find it kind of funny. I will always laugh at you and always find me calling back to you. Need some closure. I will be a soldier. I just need a moment to get back down. And I don't need to hold you just to be a soldier. I just need a moment to get back down. Cause I just need some closure. I will be a soldier. I just need a moment to get back down. I know it's not a lot. I'm headed somewhere, but I don't know where just yet. I still got something left to prove, that there's nothing I won't do. Do what it takes so I can bring you back again. All my life, you're the one thing that's always been real. We zijn weer terug. En Ids was echt heel erg braaf. Dat hebben jullie denk ik net ook op de GoPro beelden kunnen zien. Hij was echt heel lief. Het was zijn allereerste keer op buiten. Is wel een paar keer gewoon aan de hand langs de weg gestapt, maar dat was het ook nog maar. We hebben best een niet heel groot rondje, maar wel een aardig rondje gedaan. Met 10 paarden en 10 ruiters. We hebben alleen maar een klein stukje gedraafd. En voor de rest alleen gestapt, maar ja, dat is ook in een grote groep is dat ook wat verstandiger. Maar ik ben echt heel trots, want hij was echt heel braaf voor de allereerste keer. Hè, Boef? Ja, hè? En hij heeft allemaal een schep in de hand, want ja, op het fietspad komen best wel veel mensen en daar zitten ook huizen voor. Dus die gaan we eventjes alle poepen opruimen. Een beetje aso, alles te laten liggen, zeg maar. Ja, want... nu moeten mensen gewoon langs op de fiets en zo, dat is niet zo fris als je dan gewoon door al die paarden poepen. Er lag al best wel veel namelijk, ook van ons. Ja, niet alles is van ons, maar wel veel. Ja, vooral van Renate daar. Wat is het? Ja, die valt nog van jouw paard. Dus we gaan eventjes het opruimen. Wij zijn goed bezig. Voor het kijken. Abonneer je beneden. En doe een blauw duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Doei! Vandaag maak ik de winnaar bekend van het kettingje en ja, ik ga jullie meenemen natuurlijk. Hoe ga ik het bekend maken? Nou, ik ga alle namen van de reacties, want er zijn er helaas niet zo heel veel. Ga ik het op een papiertje schrijven, dat ga ik verscheuren, dat stop ik in een pot en ik trek er een uit. En dat is de winnaar. Maar daarna ga ik wel even checken of diegene ja, ook alles heeft gedaan. Nou, ik ga nu eerst alle namen op papier schrijven. Nou, ik ga ze nu even schudden. Ik heb er 4 nog een keer in gedaan, zodat het een beetje spannend blijft. Maar zo zien kan ik er helemaal niks doorheen zien. En ik heb geen goede ogen, dus ja. Oké, moment van de waarheid is aangekomen. Wie gaat het worden? Uh-oh, nog een keer. Dit is gewoon wat ik leuk vind hoor. De winnaar is Esther Rensen. Van harte gefeliciteerd en neem contact met ons op. Nou Esther, je mag contact opnemen via onze mail. HorseTube, HORSETUBEE@gmail.com. Ik zal de link in de beschrijving voor je zetten. En dan nemen wij verder contact met je op. Ik heb alles even gecheckt en je hebt alles geliked en geabonneerd. Dus ik hoop dat je er blij mee bent. De rest... niet opgeven, er komen nog veel meer winacties aan en misschien win jij de volgende keer wel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Vergeet je niet te abonneren en vond je deze video leuk, doe dan een blauw duimpje omhoog. Tot de volgende keer, doei doei!